Ik ben Raoul, ik ben 21 jaar, ik studeer accountancy aan de HVA en ben nu tweedejaarsstudent. Ik had in eerste instantie voor economie gekozen. Aan de HVA heb je een eerste jaar klussenjaar. Vanuit daar ben ik uiteindelijk heb ik gekozen voor accountancy. Accountancy bestaat uit harde vakken, zoals recht, maar daarnaast ook meer wiskundekant. Vooral de wiskundekant trekt me aan en daar ligt mijn passie. Mijn naam is Joanne en ik ben 21 jaar en ik zit in mijn tweede studiejaar van accountancy. Ik volg bijvoorbeeld het vak Financial Accounting. Het betreft eigenlijk de jaarrekening controleren. Momenteel zijn we ook bezig met projecten en daarbij moeten we ook jaarrekeningen samenstellen. Dus we krijgen eigenlijk een beetje van alles wat. En dan kan jij eigenlijk zelf de juiste keuze maken in wat je uiteindelijk wil gaan doen. Het vak waar ik nog naar uitkijk is data-analyse. Dat krijg ik aan het eind van het jaar 2. En zeker met de ontwikkelingen in de IT is dat een heel interessant vak. Het contact met docenten is erg goed. Het is heel laagdrempelig. Je kan ze contacteren via WhatsApp. Je kan bij ze binnenlopen tijdens kantooruren. Wat ik voor mijn studie tot nu toe vind, is dat het best wel makkelijk is als je er echt hard voor werkt. Dus als je naar de lessen gaat en je maakt je huiswerk en je bereidt voor, dan komt het wel goed. Ik voel me hier op mijn gemak. De locatie heeft allemaal financiële studies op één plek gedaan. Daarnaast is de ruimte hier heel open. Je kan overal zitten. En ja, dat geeft me een goed gevoel. Ik heb nog niet echt een heel goed beeld bij wat ik later wil gaan doen. Ook nog niet wat voor een bedrijf, maar we hebben heel veel kantoren bezoeken. En daardoor krijg ik steeds een beter beeld van wat ik later wil gaan doen. Wat ik na mijn studie wil gaan doen is werken als registeraccountant. En daarvoor moet ik ook nog naar de universiteit toe, dus ik moet ook nog doorstuderen. Mijn gouden tip die ik jullie kan geven is bezoek de open dagen, want dan krijg je ook een gevoel bij de school zelf. En dat is wel heel belangrijk, want mijn gevoel bij deze school was gelijk goed. Ik ben in ieder geval heel blij met mijn keuze. Ik hoop dat ik jou hier ook ga zien. En kom vooral langs.